hebben. Oké, daar staan we dan letterlijk in Juice Tycoon, waar we natuurlijk ons eigen Dennis-sapje moeten maken. En we hebben hier echt een mega-machine die waarschijnlijk al het fruit gaat verzamelen wat er allemaal in ons sapje komt. En ik kan je vertellen, het wordt een heel erg gezond, lekker sapje die we gaan maken natuurlijk. Dus daar komt heel wat fruit in. Eigenlijk alleen maar fruit. Maar we hebben hier de Juicy Nator Machine 3000 staan, zoals je kan zien. En wat die machine doet, is letterlijk al het fruit samen persen. Totdat we natuurlijk het sap hebben van het fruit zelf om het sapje te maken. Want die moet niet letterlijk maar één Dennis sapje maken, maar echt miljoenen sapjes. Natuurlijk eentje voor elke kijker. En dat is wat we vandaag gaan doen in Juice Tycoon. De eerste fruitboom die we kunnen krijgen is natuurlijk hier zo een sinaasappelboom. En moet je nou kijken? Onze eerste sinaasappelboom staat daar letterlijk. En de sinaasappels vallen langzaam van de boom af en die komen dan hier in de machine gerold en die rollen dan naar beneden. En het enige wat ik dan moet doen is letterlijk het fruit hier allemaal verzamelen zoals je ziet. En wat ik met het fruit kan doen in dit geval met de sinaasappels is letterlijk in de Juicy Nator stoppen. En dan vallen ze langzaam allemaal in de machine en dan worden ze geperst. Maar wat we natuurlijk kunnen doen is de Juice Maker een beetje gaan upgraden uiteindelijk. Dat kost 50 euro zoals je kan zien. En bovenin zie je momenteel dat ik 4 euro krijg. Dus het lijkt erop dat ik letterlijk 1 euro krijg per sinaasappel dat ik verzamel. Maar laten we eens even verder kijken, want we kunnen nog best wel wat meer dingen gaan unlocken. Zo kunnen we dus meer sinaasappelbomen krijgen. We kunnen zelfs appelbomen krijgen, wat echt mijn favoriete fruit is, want ik hou van appeltjes. We hebben citroen, we hebben grapefruit, we hebben letterlijk frambozen, aardbeien, blueberries, limoen hebben we zelfs letterlijk, pineapples, oftewel ananas, wow, kokosnoten en rubbery tree. Ik heb geen idee wat een rubbery is, maar laten we kijken hoe ver we kunnen komen vandaag. Oké, deze sinaasappels kunnen op een of andere manier letterlijk niet pakken. Kom op, kom op! Oh, oké, perfect, die hebben we ook. Oké, dan stoppen we die allemaal hier in de machine natuurlijk. En hop, kijk eens aan, die gaan erin. En dan deze zetten we op automatisch. Volgens mij staat die daar nu aan, denk ik. Eens even kijken, ja, die staat daar op aan. Oké, mochten we hier autocollector willen hebben, dat die natuurlijk hier al het fruit automatisch verzamelt, hebben we 10.000 euro nodig. Oké, momenteel hebben we 39 euro. En daar kunnen we dus bijvoorbeeld deze extra sinaasappelboom van kopen. En voor 50 euro kunnen we er weer één doen. Maar laten we trouwens even deze obby gaan spelen, want er staat op dat we daar iets mee kunnen winnen. En als we iets kunnen winnen, is dat altijd goed. Oké, laten we kijken. Hier overheen. Hier overheen. Kom op, Dennis. Dit kunnen we. Dit kunnen we. Dit kunnen we. Daar overheen. Daar overheen. Daar overheen. We hebben meerdere obby's gespeeld al die tijd al, dus we moeten dit makkelijk kunnen halen. En deze ziet er niet eens heel erg moeilijk uit. Oké, gewoon rustig de tijd nemen. Hier overheen springen. Pauze, springen. Pauze, springen. En hoppa. We hebben hem letterlijk gehaald nu. Alleen, wat hebben we daarvoor gekregen? Een frenzy time van een minuut. Oh, een multiplier. Er gaat alles dubbel zo snel zoals je kan zien. Oké, dat is heel erg perfect, want dan krijgen we dus veel meer geld. Alleen moeten we het wel allemaal ook in de machine gooien. Kijk, we krijgen nu 2 euro per sinaasappel. Oké, perfect. We moeten alles verzamelen, want alles gaat dubbel zo snel nu en we krijgen dus dubbel zoveel geld. Oké, laten we nog een extra boom erbij nemen. De derde sinaasappelboom natuurlijk. En kijk dan hoe dat eruit ziet. We hebben letterlijk daar 3 boompjes gewoon staan. Maar ik kan niet wachten totdat we letterlijk appelbomen hebben verzameld. Oké, die frenzy time is wel heel erg handig. Dus die obby kunnen we om de zoveel tijd doen. Om dus een multiplier te krijgen dat we niet alles keer 1 krijgen, maar keer 2 natuurlijk. Oké, dat is heel erg perfect. En momenteel gaat het fruit nog echt super slow. Ik bedoel, met het fruit dat ik tot nu toe heb verzameld, kan ik letterlijk denk ik nog maar 2 kijkers een sapje geven uiteindelijk. En ja, voor elke abonnee die erbij komt, moeten we natuurlijk ook 1 sapje extra maken. Dus druk zeker op die abonneerknop als jij ook een sapje wil natuurlijk. Oké, laten we hier nog maar heel wat sinaasappels gaan verzamelen natuurlijk. En dan hoop ik dat we zometeen een appelboom kunnen kopen. Dan kunnen we natuurlijk ook een beetje appelsmaak er doorheen doen. En dat is echt perfect, want tot nu toe hebben we letterlijk alleen nog maar sinaasappelsap, oftewel chidorange. En dat is nog niet echt mijn eigen sapje. Ik bedoel, dat bestaat al. Maar laten we maar eens even wachten tot we 100 euro hebben en dat ook kunnen verzamelen. Dus wat ik heel even ga doen is, ik ga hier maar lekker sinaasappel verzamelen van de grond. Tot zo! Oké, we hebben letterlijk 150 euro bijna verzameld. En ik heb ook een tactiek gevonden, namelijk de hele tijd hier langs gaan. Dan kunnen de sinaasappels niet naar beneden vallen, maar kunnen... laat maar. Mijn tactiek blijkt niet zo goed te werken. Maar laten we onze eerste appelboom gaan kopen en hoppa! Oké, kijk hem daar nou staan. Wat een schattig appelboompje. En
je weet wat ze zeggen. Een appel valt nooit ver van de boom. Of is dat niet wat ze daarmee bedoelen? Nou, in ieder geval, we kunnen nu ook appeltjes krijgen. En ik denk dat we ook veel meer geld krijgen uiteindelijk van appels. Oké, we moeten nog 30 dingen verzamelen. En ik weet nu ook meteen wat de VIP-machine doet bij de Juicinator. Want zoals je kan zien staat die momenteel aan. En als ik hem uitzet en ik ga dan alles verzamelen hier zo, dan kan je letterlijk links in beeld zien dat ik momenteel 6 sinaasappels heb en 1 appel. En wat ik dan doe als ik de VIP aanzet, dan gooit hij ze er automatisch natuurlijk in. Dus dan hoef ik ze niet helemaal in de machine te brengen. Dat gebeurt dan allemaal automatisch. Het enige wat ik moet doen is ze verzamelen. En we kunnen gewoon een tweede appelboom kopen. Ik hou echt van appeltjes. En ik ben heel benieuwd, wat is jullie favoriete fruit? Laat het weten in de reacties natuurlijk. Ik ben heel erg benieuwd. En we kunnen volgens mij alweer een nieuwe frenzy time doen. Dat we natuurlijk een multiplier krijgen. Oh nee, 15 seconden. Oké, dan denk ik dat we maar heel even gaan wachten. Kijk eens aan, de hobby doet het weer. Nu moeten we alleen nog de hobby gaan halen natuurlijk. Kijk eens aan, we hebben nu al gehaald. Oké, dit was echt een makkie. Alleen die frenzy time moeten we dus heel erg goed gebruiken. Moet je kijken hoe mega veel fruit we tot nu toe al hebben. En daar krijgen we zoveel geld voor letterlijk. Oké, kom op, we moeten alles verzamelen met de frenzy time. In de tussentijd ga ik... Oh, deze liggen hier nog. Kom op. Oké, perfect. Hoeveel kost de volgende boom letterlijk? Oké, die kost 200 voor nog een appelboom. Dat is perfect. En dan kunnen we zometeen al een citroenboom gaan krijgen. Oké, eens even kijken. Ik zal alles weer verzamelen op die manier. Hoppa, dit gaat echt mega goed. Dus we hebben nu al een sapje met letterlijk sinaasappelsap en met appelsap letterlijk. Ik denk niet dat ik dat ooit heb gehad. Ik ben heel benieuwd of jullie dat ooit letterlijk hebben gehad. Ik ben zo benieuwd wat voor lekker sapje we uiteindelijk kunnen maken. Want ik krijg natuurlijk veel meer fruit nu. En dat betekent ook dat ik veel meer sapjes kan maken en veel meer kijkers ook een sapje kan geven. Wat ik heel even ga doen is, ik ga nog heel wat meer geld verzamelen zodat ik natuurlijk een citroenboom kan kopen. Dus ik zie jullie zometeen weer. Oké, momenteel heb ik 421 euro. En dat betekent dat ik een citroenboom kan kopen natuurlijk. En wat ik nog meer ga doen is, ik ga mijn machine upgraden. Oftewel de Juicinator, oftewel de persmachine ga ik upgraden zodat hij nog sneller gaat. En voor 100 euro kan ik hem weer upgraden. En dat is best wel handig om te doen, want daardoor krijg ik dus sneller geld. Want het sap wordt letterlijk sneller geperst. En we krijgen hem gewoon ook citroenen erbij en dat soort dingetjes. Oké, dat is heel erg perfect. Oké, laat hem nog een keer gaan upgraden, want dan gaat het geld veel sneller en krijgen we volgens mij ook veel meer geld in één keer. En kijk eens letterlijk hoe die citroenboom eruit ziet. We hebben dus momenteel 1 citroenboom, 3 appelbomen en 3 sinaasappelbomen. Oké, het begint er aardig goed uit te zien. En ja, je moet ook niet te veel citroen hebben in je drankje, want dat is ook niet heel erg lekker, denk ik. Dan wordt het een beetje heel erg zuur en dan trek je een heel erg zuur gezicht. En ja, ik denk niet dat iedereen daarvan houdt. Sommigen houden wel heel erg van zuur en dat soort dingetjes. Dus ik ben heel benieuwd. Trek jij een zuur gezicht als je zuurtjes eet of dat soort dingen op een citroen? Ik wel. Die wil je zeker niet zien. Oké, laten we alles gaan verzamelen. En dan gaan we weer de machine, denk ik, upgraden. Want die kost 250 volgens mij. En des te meer we natuurlijk ook upgraden, des te beter het natuurlijk ook is. Want als het sneller gaat, verdienen we veel meer geld in een korte tijd. Alleen laten we nu maar eens even heel wat gaan verzamelen. En heel wat meer citroenbomen erbij gaan kopen. En ja, het is natuurlijk alleen maar ik die fruit grijp uit deze bak. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Oké, momenteel heb ik 3000 euro verzameld zoals je kan zien. En daar kan ik 3 nieuwe bomen mee kopen. Namelijk grapefruit letterlijk. En niet 1, niet 2, maar letterlijk 3 bomen. En moet je kijken hoe dat eruit ziet. En hierdoor verdienen we alleen nog meer geld. Dus we hebben nu grapefruit, we hebben nu citroenbomen, appelbomen en sinaasappelbomen. En de volgende zijn volgens mij frambozen, daarna aardbei en daarna blueberry. Alleen het duurt echt zo mega lang om al het fruit te verzamelen en dat soort dingetjes. Ik denk dat ik echt autocollect moet hebben, maar de grapefruit levert wel veel meer geld op nu in één keer. En het gaat ook echt een stuk sneller omdat we nu mega veel bomen hebben. Dus wat ik natuurlijk heel even ga doen is, ik ga zoveel mogelijk geld verzamelen en dan zie ik jullie zometeen weer. En we hebben de allerlaatste framboosboom gekocht zoals je kan zien. En daar staan ze letterlijk hier op een rijtje, alle 3. Dus dat betekent dat we nu sinaasappelbomen hebben, framboosbomen, appelbomen, citroenbomen en grapefruit letterlijk. Oké, dit begint er aardig goed
goed op te lijken. Alleen denk ik dat we tot nu toe echt maximaal 1000 sapjes kunnen maken voor 1000 mensen. Oké, de volgende bomen die we kunnen maken zijn aardbeienbomen. Of misschien aardbeienplanten, denk ik eerder. Ja, het zijn planten, inderdaad, van die struikjes. Oké, dus dan moeten we dat eerst maken. Maar ik zit te twijfelen om autocollect te gaan kopen. Want het verzamelen de hele tijd, oh, dat is echt verschrikkelijk. Je moet de hele tijd heen en weer bewegen, dat soort dingetjes. En ik krijg gewoon een zere rug van al het fruit oprapen. Dus ik denk dat autocollect misschien wel een optie is. Maar ik denk dat het eerst beter is om zoveel mogelijk bomen te hebben voordat je autocollect hebt. En wat ik nu even wil doen is sowieso de hele bak vol laten lopen. Dan die obby gaan doen voor de multiply en dan alles in één keer gaan verzamelen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Oké, ik kwam er letterlijk achter dat het fruit verdwijnt als het te lang in de bak ligt, zoals je kan zien. En ja, dat heeft me best wel wat tijd gekost. Maar inmiddels hebben we meer dan 10.000 euro. Bijna 11.000. En ik twijfel heel erg. Ik kan namelijk autocollector kopen voor 10.000. En dat hij letterlijk alles automatisch verzamelt voor mij. En geloof me, dat scheelt echt een hoop. Of ik ga 2 aardbeienplantjes kopen. Ik denk dat ik de keuze wel heb gemaakt. We gaan voor de autocollector. Eens even kijken. Oh, dit is echt perfect. En dit heet de Autobasket 5000. En die verzamelt alles automatisch. Dat scheelt echt een hoop. Maar, oh, ik bedenk me nu letterlijk iets. Wat moet ik nu doen? Nu moet ik hier letterlijk gewoon staan en wachten. Oké, het is nog vroeg. Dus ik denk dat ik dan maar even ga slapen of iets. Dan zie ik jullie zo meteen weer. Slaap lekker. Oké, ik sta hier al minimaal 1 uur lang. En het duurt echt zo lang voordat je echt mega veel geld hebt, letterlijk. Tenzij je natuurlijk die frenzy time hebt met die multiplier. Maar we hebben nu alle blauwe bessen ook geunlocked. En moet je kijken hoe dat eruit ziet. We hebben echt van alles. Raspberry, aardbeienplantjes, blauwe bessen, grapefruit, citroen, appelbomen, sinaasappelbomen. Maar het sapje is nog steeds niet compleet. Er moeten nog veel meer ingrediënten in het tennissapje natuurlijk. En mochten jullie nou willen dat ik de volgende keer verder ga en dat ik natuurlijk de limoenbomen, de ananasbomen, de kersen, de peach en dat soort dingetjes allemaal ga doen, doe dan zeker een duimpje omhoog op deze video en laat het weten in de reacties. Want het gaat heel veel tijd kosten, kan ik je vertellen, om dat allemaal te verzamelen. Oké, doei!